Tuinman tot ziens. Ja. Was leuk. Zie je weer. Tot volgende keer. Ja, tot volgende keer. Hoi. Heb ik het nou op slot gedaan? Weer mijn trein gemist. Ik reis bijna nooit met de trein, dat is altijd wel wat. Mevrouw, dien een klacht in. U heeft toch nog een half uur tot uw volgende trein komt. Klacht? Ja, doe hoor mevrouw. Als leraar is het nooit bij de NS. U bent zeker ervaren reiziger. Ik ben een NS'er. Ik hoor dat het resultaat slecht is dit jaar. Ja? Ja. Let op mijn woorden, hè. Ik denk dat het dat er met een reorganisatie aankomt. Ja, dezelfde reorganisatie. Ja. Nou, ik denk dat er ook weer mensen ontslagen gaan worden. Dat is ook iedere keer ja, zo. Ja, tuurlijk. En de klanten? Ja. Gaat ook merken, hoor. Ja. Denk je dat het iets is voor ons verhaal over NS? Klinkt interessant. Ik vind hier op het internet allerlei NS-materialen. Goed, kijk ik hier of ik nog wat meer kan vinden. Oké. Okay. Hoi. Hoi, Jan, ben je naar binnen? Ja, graag. Kijk eens, alsjeblieft. Dank Dankjewel. Ja, vriendelijk, merci. Ga ik al. Zo, hè? De hele trein afgehaald? Nou, oké, fantastisch. Ben je ook weg. Zeg, wat vind jij eigenlijk van die reorganisatie? Ah ja, dat is weer de zoveel. Ja, hè? Gaat ja. Niet werken, hoor. Nee, dat weet ik niet. Dat is weer zo'n idee van die Ruben Druk van het hoofdkantoor. Ruben? Ja, die zie je net pas. Ja, wat denk je dus? Wat denken die mannen wel? Meneer, wilt u even meekomen? Er staat er een tas op een stoel en er zit niemand bij. Ja, natuurlijk. Ja, ga je even mee, Karel? Ja. Deze tas. Is deze tas van een van u? Ja, die is van een vriend van mij. Die loopt naar de wc. Dank u. Ah, gelukkig. Nou, gerustgesteld? Ja, dank u wel. Keurig. Ja, tegenwoordig zulke rare verhalen. Er kan misschien wel een bom in zitten of zo. Vindt u dat niet eng? Nee, vind ik helemaal niet eng. Binnen ons bedrijf krijgen wij een cursus om verdachte objecten te kunnen ontdekken, te kunnen herkennen. En we hebben onze railpocket bij ons en daar staat al onze instructies in. Dus ja, voor ons is er niks aan de hand. En voor u ook niet. Hè? Dank u wel. Okay. Nou, dat viel wel mee, hè? Ga zitten. Dank je. En, gelukt? Zeker. Makkelijk. Willen jullie wat drinken? Okay. Moet je kijken welk vertrouwelijk document ik nog vond. Zo, en dat lag daar zomaar? Ja, zomaar. Hé, hey, had jij mijn stuk nog gelezen over die NS'er? Ja, ongelooflijk, hè? Mooi, hè? Trouwens, die foto's die Huib gemaakt heeft van in de kantoor, die zijn ook goed gelukt, hoor. Kijk, ja, kijk maar. Zo. Mooi, hè? Ja. Nu nog een paar smeuïge details en we zijn klaar. Ik ben morgen al even met de afdeling persverlichting. Kijken of ik nog wat van hun te horen krijg of wat ik in de trein hoorde.
Goed idee. Nee hoor. Nee hoor. Hallo met HCHLM 114. Ik wil graag een melding maken van een persoon. De laatste weken zijn journalisten bezig geweest informatie te verzamelen over ons bedrijf. Deze informatie zou naar buiten worden gebracht door middel van een aantal smeuïge reportages in een groot landelijk dagblad. Het precieze doel hiervan is nog onderwerp van onderzoek. Zeker is dat NS met deze reportages grote schade zou oplopen. Een oplettende medewerkster laat ons weer duidelijk beseffen dat we zorgvuldig moeten omgaan met bedrijfsinformatie, in welke vorm dan ook. Daarnaast moeten we opletten wie we wanneer en hoe toelaten tot ons bedrijf. Tot ziens! Tot ziens! Ja, als je maar genoeg mensen ontslaat, dan kan je vanzelf geen service meer geven. Ja. Denk je dat er iemand mee kan luisteren? Hey, eindelijk. Ja, ik zit in de trein, maar het kan wel even. En waar ik me zorgen om maak is de koppeling van de verschillende NS-services. Dat is die erfenis van Robert Slof. Ja, we zijn constant gewoon aan het wachten. Nou, dat gaat wel heel erg makkelijk.